Goedendag kijkers, ik ben Maisha Neus en vandaag gaan we in gesprek met Obed Kanapé, fractievoorleider van de ABAP. Er is door Star News bekendheid gegeven aan het feit dat meneer Obed Kanapé grond heeft gekregen bij een project genaamd Sabakute Paramaribo Noord ter grootte van 800 vierkante meter, iets meer of iets minder. En er zijn heel wat vragen over. We gaan gelijk met de deur in huis vallen. Meneer Obed, wat is hiervan waar? Nou, op de eerste plaats beweeg ik me niet graag in de schoenen van het reageren. Ik wil daar niet op dat ik ga reageren erop. Ik wil alleen aangeven dat als mensen daarop onderzoek willen laten instellen, dat ze onderzoek kunnen laten instellen. Het is het ministerie van Grond en Bosbeheer die daarover gaat. Als ze de transparantie wensen, dan mag dat. En als het een project is nu van de regering en er is als zulks besloten om de gronden aan te wijzen, nou, dan is dat het. Wat belangrijk is voor de samenleving is om te weten dat ik, als het nu bij Gillis gaat om te gaan onderzoeken, is dit het enige stukje grond op mijn naam dat staat. En dat is het. Ik denk niet zozeer dat mensen een probleem hebben dat u als Surinamer grond heeft aangevraagd of grond heeft gekregen. Ik denk dat de issue is dat er geen transparantie was in het proces. Het gaat om bijna 50 hectare, groot project. Dus weet u hoeveel de staat daaraan heeft uitgegeven? Nee, dus dat geef ik je aan. Het project, over het project zelf, hoe het allemaal aan toe is gegaan of hoe het over is gekocht of niet, daar heb ik geen informatie over. Waar ik ook informatie over heb, dat is wat ik daaraan aan een stukje grond heb gehad. Belangrijk is, ik denk niet dat de samenleving hoeft te twijfelen aan het proces. Het is niet dat de regering of dat leden die bijvoorbeeld nu vragen erover stellen, dat ze geen informatie erover hadden of hebben. Ik denk dat als het zover is dat er gepubliceerd wordt, dan mogen alle namen gepubliceerd worden van iedereen. Maar ook in het kader hebben we ook eerder gesteld tijdens de openbare vergadering en de begrotingsbehandeling, dat we vooral als het gaat om transparantie, dat niet alleen dat we ook kijken richting verschillende projecten die tot nu toe zijn gedraaid, hoe gunningen gaan, behalve gunningen, hoe bijvoorbeeld de COVID-steun en de verschillende gelden die worden uitgegeven aan delen van de samenleving. Daarop hebben we ook altijd gestaan. En als dit nu ook een van de delen daarvan is, dan staan we daarvoor open. En als het onderzoek eruit komt, ik denk, het gaat altijd erom dat Surinamers een zekere reden moeten hebben. En dat je parlementariër bent en het wordt gepubliceerd, dat kan je ten alle tijden verwachten. U heeft uw aanvraag ingediend op 20 januari en u heeft het supersnel gekregen, dat terwijl er mensen zijn in Suriname die 20, 30 jaar wachten en nog steeds geen grond hebben toegewezen. En dit geeft natuurlijk het gevoel dat er sprake is van bevoorrechting, omdat er van achterstevoren wordt gewerkt. Mensen die in positie zijn of bij bepaalde partijen horen, die krijgen dan eerst hun grond, terwijl nogmaals heel wat Surinamers al heel lang wachten op grond. Nou, kijk, we betreuren het sowieso. Want ook ik bijvoorbeeld, wanneer mensen bij me komen om stukken te helpen bespoedigen, het is nou eenmaal het geval dat soms, omdat het een grote achterstand is, dat de samenleving, als ze de bepaalde netwerken niet hebben, dat bepaalde zaken niet gedaan worden. Dus daarover zijn we open. Sowieso, als ze bijvoorbeeld bepaalde mensen vragen van oké, kan je me helpen om het stuk wat aandacht te laten krijgen bij het ministerie, dat doen we ook ten alle tijde, omdat je kan niet iedereen helpen, of althans, ik help ze niet eens. Ik vraag alleen aandacht van degenen die daarmee belast zijn om aandacht eraan te gaan besteden. Maar het is een enorme achterstand. Enorme achterstand welke ingelopen moet worden door grondinspectie. Maar grondinspectie bijvoorbeeld, daarom hebben we in de begrotingsbehandeling gepleit dat onze grondinspectie de juiste toerusting krijgt. Je kan niet als grondinspectie over het hele land met één voertuig zitten en je hebt achterstanden om in te lopen om gronden te gaan onderzoeken en je zit met een halve. Want nu is het weer kapot en ze moeten het weer gaan repareren. Dan heb je dat achterstanden opgebouwd en mensen maken dan stappen richting degene die ze zien van oké, deze is een invloedrijke persoon in die coalitie of bij de minister of wie dan ook, dan maken ze zich naar die mensen toe om te vragen van oké, kan ik
Kan je me helpen om een stuk wat aandacht te laten krijgen? En zo zie je dat zeg maar nalatigheid, jarenlange nalatigheid, eigenlijk ertoe heeft geleid dat de situatie nu aan, zo aan toe gaat. U benoemt zelf de grote achterstanden en de noden die er zijn en waarom de achterstanden er zijn. En toch krijgt u, u vraagt 20 januari aan en u krijgt het binnen een wip in een zucht. Wat de samenleving moet begrijpen, het belangrijkste dat de samenleving moet begrijpen in dit geheel proces voor de aanvraag en tot aan de toewijzing en dat soort dingen. Er is niks anders eraan toegegaan dan wat er al jarenlang is gebeurd, dat mensen aanvragen en dat ze hun gronden toegewezen krijgen. Toevallig heeft het van deze minister misschien een wat eerdere aandacht gehad, maar elke andere leiding zou wat aandacht kunnen krijgen. Ja, maar dat is het probleem. U krijgt aandacht omdat u volksvertegenwoordiger bent, omdat u in het parlement zit. Terwijl u genoeg mensen kent die aangevraagd hebben 7 jaar geleden. Geen parlementariërs zijn en heel snel aan bijvoorbeeld de stukken komen. Belangrijk moet zijn. Zouden we dat systeem niet moeten veranderen? Zou het niet georganiseerd moeten gaan? De aandacht moet gelegd worden op de mensen die moeten werken in het veld. Bijvoorbeeld grondinspectie. Moeten grondaanvragen gaan onderzoeken. Grondinspectie moet de toerusting krijgen van auto's, van apparatuur en al dat soort dingen. Om het werk te kunnen doen, om de achterstanden in te kunnen lopen. Maar als je merkt in de begroting dat het ministerie, dat het heel hard aan toe gaat om te vechten voor de middelen voor het ministerie. Dan kan je verwachten dat de achterstanden wel ingelopen zullen worden. Maar niet al dusdanig. Kijk bijvoorbeeld de mensen die hebben aangevraagd online, een deel daarvan. Hebben een toewijzing gehad of beschikking hebben gehad in komen wenen, dan stel je weer de vraag, oké, maar dan wat about de mensen die honderden jaren daar hun stukken hebben liggen? Dan zie je weer die ongelijkheid. Maar u werkt toch mee aan het systeem door het op deze manier te doen? Nee, waaraan ik heb meegewerkt of waaraan ik meewerk is voornamelijk dat wat nu de realiteit is, de werkelijkheid, dat mensen hun weg vinden naar politieke leiders en al dat soort dingen, dat is wat nu gebeurt. Maar wat waarvoor we steeds hebben gepleit is dat de grondinspectie en andere onderdelen van domeinkantoren, waar blijkt nu dat ze via donaties aan kopieermachines en papieren en al dat soort dingen, dus die situatie moet verholpen worden, zodat het onderzoek van gronden en al dat soort dingen, dat die dingen gaan lopen. Maar als je bijvoorbeeld naar grondinspectie gaat en dan zie je alle grondinspecteurs zitten, omdat ze niet kunnen werken, ze kunnen niet in het veld, dan kan je verwachten dat het niet anders aan toe zal gaan. Denkt u niet dat u als volksvertegenwoordiger, DNA-lid, een bepaalde verantwoordelijkheid heeft voor de samenleving, dat juist u ervoor zou moeten zorgen dat andere mensen die al lang wachten, hun achterstanden worden ingelopen alvorens u zelf eigenlijk een stukje grond toe-eigent of krijgt van de staat? Zou je daar niet het goede voorbeeld moeten zijn en juist moeten zeggen van, hé, dit is het systeem hoe het altijd heeft gewerkt, maar dat gaan we anders aanpakken en ik ga daar het voorbeeld van zijn? Zou dat niet beter passen bij een volksvertegenwoordiger? Want u houdt de problemen aan, u erkent ze. Wat je aangeeft nu is een waardeoordeel. Het gaat erom, de stukken gaan in een bepaalde proces en ze komen weer eruit. Als volksvertegenwoordigers, als any andere persoon met een bepaalde invloed, dat is niet anders. Het loopt ook niet anders dat je bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld als een Maïsja Neus mij zou benaderen voor het een en andere, en iemand van jaren terug of wie dan ook, die oordeel is anders. En ik denk niet dat het anders is als een parlementariër een stukje grond toegewezen krijgt of een andere burger een stukje grond toe. Alle burgers van Suriname, volgens de grondwet van Suriname, verdienen een stuk grond. Dat staat buiten kijf en dat is niemands issue met deze hele zaak. Ik denk dat de issue is dat het feit dat u het kort heeft ingediend heel snel heeft gehad en dat het ook gewoon is dat u een volksvertegenwoordiger bent, terwijl de gewone burger woningnood nog steeds een hele grote issue is. En dat u onder andere daar ook voor heeft gepleit om dat anders te doen. En het systeem gaat maar door. En in plaats van het systeem te doorbreken of te veranderen, zien we dat de mensen op wie we hebben gekozen eigenlijk het systeem in stand houden. Wat is uw mening daarover? Nee, dus het in stand houden betekent niet dat je niet ervoor zal gaan vechten dat het probleem wordt opgelost.
Want als die onderhandelingen van, met financiën, met die verschillende instellingen, of bijvoorbeeld zoals we in de openbare vergadering hebben gepleit, dat die middelen gereserveerd moeten worden voor de mensen die het veld in moeten gaan om te werken aan die achterstanden. Dat is die strijd. Maar tegelijkertijd zijn er andere processen die gaande zijn en betekent ook niet dat ik, want als leider, want soms hebben mensen een naïeve beeld van leiders, dat wanneer je in een bepaalde positie zit, want ik maak ook helemaal geen gebruik van voorkeurspositie en alles, maar mensen stellen jou op zo'n bepaalde plaats en uiteindelijk... Maakt u er wel gebruik? Ja, maakt u toch wel gebruik ervan, want u krijgt grond, u gaat op reis, u maakt gebruik van die opties die u worden geboden als jonge Surinaamse volksvertegenwoordiger. En aan de ene kant... zou je dan toch in een tijd die precair is, waar mensen het economisch zwaar hebben, waar mensen hoop willen vestigen in jongeren zoals wij, dan kan je toch bepaalde dingen niet doen. Ik heb niks gedaan, wat ik je heb aangegeven. U heeft niks strafbaars gedaan, dat is waar. Maar moreel-ethisch, dat is nu de issue en waarom mensen zo verontwaardigd zijn. Nou, ik denk niet dat mensen verontwaardigd zijn. Want waar mensen nu over praten, bijvoorbeeld de publicatie van Obed Kanapé en Lid Sampi hebben stukjes grond gehad. Eigenlijk, dat is onderdeel van een grotere politieke battle of politieke setting en al dat soort dingen. Daar maken we ons niet heel druk over. Waarom? Heeft u daarmee aan dat dit een set is van een andere partij? Niemand benoemen. Het is, we weten dat het een politieke set is. Nou, meneer Cedric van Samson en Ramkuso stellen vragen daarover. En die hebben een brief geschreven naar de president. Dus ook al gaat u niemand benoemen, het is wel in de bekendheid. Mijn ding is, ik benoem geen namen van mensen. Als mensen naar transparantie vragen, dat mogen ze ten alle tijde en we ondersteunen dat. En ze krijgen ten alle tijde ook een antwoord op gezette tijd. Wat belangrijk is dat de samenleving moet weten op dit moment, we zijn jong als lid binnengekomen. Als leden heb je heel veel aan mogelijkheden die je... Als jonge politieke leider heb je heel veel aan mogelijkheden in de samenleving, omdat je dichtbij de beslissing zit. En dichtbij de beslissing zitten betekent ook niet het gaan verrijken van jezelf. Maar tegelijkertijd zit je ook als persoon met je eigen zaken die je ook al lang eerder had laten indienen. Of als, dan laat je dat aanpakken. Zoals ik dat laat aanpakken. 20 januari is net. Zoals ik dat laat doen van andere burgers in de maatschappij. Ik heb me bijvoorbeeld als mensen bij me komen, laat ik de stukken in een map. Ik breng het naar het ministerie. Kijk. Wat is verwoorden van een groot proces van bureaucratisme, kan je niet binnen één dag gaan oplossen. Want dat is wat nu is gebeurd. Er is een grote achterstand, er is een grote ophoping geweest, cumulatie van heel veel stukken die zijn aangevraagd en al dat soort dingen. En het inlopen daarvan kost het ministerie tijd. En je hebt bijvoorbeeld in 5 jaar tijd van regering Boutersen toen, heb je minister... We hebben er nu niet over regering Boutersen. We weten dat het ongeacht regeringen het een probleem is. Ik geef aan bij het ministerie van GBB, waar het gaat om grondzaken, dat je vaak genoeg wisseling van de wacht hebt, waardoor de ene minister werkt hieraan en dan laat die ene minister dat aan een kant en dan komt er weer een andere minister aan, waardoor zaken niet doorlopen. En dan zijn de mensen die in een bepaalde periode zitten van een bepaalde minister, die zitten dan ook weer vast. Want dan het zijn een heleboel zaken die spelen waardoor die stukken allemaal achterlopen of dat er een grote achterstand is. Waar ik wel een oplossing zie, is voor grondinspectie om een betere uitrusting te krijgen. Ze hebben nu 15 nieuwe grondinspecteurs erbij. En die 15 nieuwe grondinspecteurs erbij, die moeten ervoor gaan zorgen dat het werk wat sneller verloopt. Maar in Guinea middel, in Potwaki Guinea, of in Guinea veld voor Goroka. Anders dan heb je ze voor niemand dan weer benoemd tot grondinspecteurs. En dan gaan ze weer gewoon daar gaan zitten en het werk niet doen. Wat ik de samenleving vraag, is om, ja... In dit geval van het stukje grond dat kanap op naam van Obed Kanapé staat, zoals als gepubliceerd is, dat het de Surinaamse politiek is en dat het niet anders is dan wat het al eerder is geweest. Dus u
houdt het bestaande systeem in stand in plaats van de verandering te brengen. Schaamt u zich? Dat zou ik meer een mening hebben van jou. Dat, zou ik dat is het zeker. Van jou zijn. Want zo ook zou iemand anders hier in de plaats kunnen zitten om interview met mij te doen. Maar DTV heeft niet gekozen voor een persoon zonder een bepaald image in de samenleving. Ze hebben gekozen voor Maisha Neus omdat je een bepaalde populariteit bezit. Is een voorkeur. Ze hebben niet gekozen voor een gewone burger. Het is Maisha Neus. Snap je dat? Maar ik heb gesolliciteerd. Iedereen in elk geval, in elke situatie, krijgt een bepaalde voorkeur. Of op basis van de banden die je allemaal hebt in welke omgeving je zit. En het is ook niet anders dat dingen of any andere ding in de samenleving loopt op basis van de collectieve kringen die er bestaan of organisaties of wat dan ook. Iedereen op een bepaald moment krijgt een bepaalde voorkeur. Zoals bijvoorbeeld de mensen die ons benaderen voor basokaarten, voor grondaanvragen en al dat soort dingen. Die mensen krijgen, meestal komen ze in een voorkeurspositie omdat ze Obed Kanapé kennen. Of omdat ze Obed Kanapé hebben benaderd. Het is nooit anders. Ik vind dat heel jammer. De voorkeur hebt gehad om hier te zitten als Maisha Neus. U heeft me hier uitgenodigd. U heeft me hier uitgenodigd. Nou, ik neem aan dat als mensen willen werken voor DTV, dat ze zullen solliciteren, want we hebben altijd mensen nodig. Dus ik denk niet dat dat echt een issue is bij DTV. In ieder geval, als iemand in de samenleving mij wilt benaderen, om als je stuk vast zit en je kan het niet krijgen, benader Obed Kanapé. Want het is nou eenmaal zo, terwijl we werken aan een duurzame aanpak van de problemen in de samenleving, vergeet jezelf niet dat je... Als je een bepaalde band kan hebben met de Surinaamse politici, althans bij Obed Kanapé, want nu merk op dat Asane Wakaterins Maisreve go naar de kantoro, maar wanneer de mensen wel een politici zien, dan loopt het wel. Maak daarvan gebruik en benader Obed Kanapé om jouw stuk te laten bespoedigen en klaar. Dat is het. Duidelijke taal. Ik wil u toch nog vragen over een uitspraak gedaan door de heer Edward Belfort, waarbij hij aangaf dat u eigenlijk strijd tegen hem voert en hem ook uit de ABOP-appgroep hebt gegooid, waardoor hij niet op de hoogte is van de stand van zaken binnen de partij of binnen de fractie en ook niet op de hoogte is van de stand van zaken wanneer er vergaderingen worden uitgeschreven. Is dit waar? Oké, de ABOP-fractie is een totaal van 10 leden. En 10 leden communiceren met elkaar en we onderhouden de communicatie met elkaar via de appgroep. En daar hebben we ook afstemmingsmomenten welke we inplannen. We vergaderen met elkaar over welke standpunten we innemen en welke standpunten niet. En waar we staan als ABOP-fractie. En als we de afstemmingsmomenten hebben en mensen komen niet bij de afstemmingsmomenten, of bijvoorbeeld dat leden niet participeren in de fractieactiviteiten om namens de fractie in commissies te zitten, want als de heer trouwens, het is de eerste keer dat ik hier iemand vanuit de ABOP-fractie dat we in het openbaar komen reageren op de activiteiten van meneer Belfort, van onze lid Belfort. Als wij de afstemming niet met jou kunnen hebben via onze appgroep en we niet op één lijn met je kunnen zijn, dan ga ik via een aparte communicatielijn met jou communiceren, want je bent nog steeds lid van de fractie. Dan communiceer ik met jou via een andere lijn en de mensen met wie we wel heel goed kunnen afstemmen en met wie we kunnen praten over zaken die belangrijker zijn dan je persoonlijke imago in stand houden door besluiteloos te zijn. Dan is dat het geval, dan communiceer ik met jou via die lijnen. En het is niet anders, lid Belfort is niet uit de appgroep gegooid omdat wij tegen een bepaalde strijd voeren. We voeren geen strijd tegen het lid Belfort. En sowieso niet. Waarom zou ik dat moeten doen? Alleen moet je wel duidelijkheid in zijn dat wanneer je leiding geeft, dat zij die onder jou vallen, zij zich onderwerpen aan jouw leiding. En als dat niet het geval is, dan moet het ook blijken. Gegeven worden eraan dat het anders is. Anu alama ik kon die vriend zei wanneer ik bij ik ba. En het is iets dat al gaande, een tijdje gaande is. Even ter verduidelijking. Dus u bent fractievoorzitter en u zegt dus eigenlijk dat meneer Edward Belfort, die lid is van de fractie, van de ABOP-fractie en van de partij, zich niet onderwerpt aan uw gezag en dat hij niet optimaal communiceert en daarom heeft u hem uit de appgroep verwijderd. Is dat? En dat wij het geachte lid niet meer
de afgelopen periode hebben kunnen begrijpen waar hij achter staat. Belangrijk ook in deze situatie is, we willen je functioneren kunnen begrijpen. Even normaal begrijp van je want functioneren. In een fractie, als we communiceren naar jou, te communiceren je niet terug. Als we wel praten, dan is het in de wandelgangen. Of als we vragen van wat zal je bijdrage zijn, wat zal je standpunt zijn, dan begrijpen we dat niet. Nou, we kunnen niet zo doorgaan. We kunnen de ABOP niet zo aan de wereld gaan presenteren. En daarom ook dat je merkt dat nooit de voorzitter van de partij heeft gereageerd op zaken. Nou, al zou je reageren, maar niet zo, niet gedetailleerd. Je merkt dat meneer de voorzitter van DNA als secretaris van de partij nooit gereageerd heeft op zaken van meneer Belfort, van het lid Belfort. Ik heb ook dat nooit gedaan, omdat het is een democratische partij en mensen mogen zeggen wat ze willen zeggen. En het is niet dat er tussen ABO... Maar zou het dan, als u zelf zegt dat het een democratische partij is en dat mensen vrij mogen zijn in hun mening, zou u dan niet juist als fractievoorzitter het goede voorbeeld moeten geven en de lijnen van ook communicatie openhouden en hen dus... Een goed persoon dat je communiceert of dat je aangeeft. Want wanneer we het wel begrijpen wat je standpunt is, is de ruimte er om je standpunt in te nemen. Zoals eerder het geval is geweest, dat het als het lid niet staat achter een bepaalde standpunt, dat het lid niet in de zaal vertoeft, of dat het lid afmeldt of wat dan ook, of dat het lid wel in de zaal is, maar dan... Dus die afstemming is er. En die ruimte is er. Als je principieel niet staat achter een bepaalde standpunt, gaan wij je niet drukken om toch ervoor te gaan stemmen. Snap je? Maar we komen niet in de zaal en we zijn bezig met de stemming. Terwijl we als coalitiefractie zitten, als fractie zitten in de Nationale Assemblée, dan leg je ons ten schande van de wereld. Door een standpunt in te nemen met een andere fractie, dan snappen we je niet meer. En om die ruimte te bouwen, om te communiceren erover, dan moet er een bepaalde handeling gepleegd worden. En daarom is het lid uit de groep gegooid. Het lijkt, en u moet me corrigeren als ik het mis heb, maar het lijkt erop dat partijbelang belangrijker is dan nationaal belang. Want omdat de heer Edward Belfort heeft voorgestemd voor de motie van de NDP, geeft hij de fracties schande. Maar u geeft net aan, hij geeft de fracties schande. We zijn nog steeds op het punt van afstemming, communicatie en begrijpen waar we staan. Als we communiceren met elkaar, kunnen we any standpunt innemen. Maar als we niet begrijpen waarom jij je standpunt inneemt en daarna naar buiten treedt met allerlei informatie van wat dan ook en al dat soort dingen. En dat je stelt dat partijbelang boven nationaal belang staat. Ik snap het niet. Ik begrijp het ook niet. Want in Suriname hebben we geen ander stelsel om de politieke invloed aan te kunnen wenden. Meneer Obert Kanapé, u zou het verschil uitmaken. Ik snap u heel goed en ik vind het super jammer. Ik vind het echt heel jammer. En dat is inderdaad mijn... Ik vind het jammer dat u het systeem in stand houdt. Ik vind het jammer dat u... Ik vind het jammer. Wat vind je jammer aan het systeem? Bijvoorbeeld dat we een partijpolitiek systeem hebben. En het partijpolitiek systeem presenteert de leden. Toch? En de leden die komen in de Nationale Assemblée via de afspraken die je als organisatie hebt. Je hebt geparticipeerd aan de verkiezingen. Inderdaad, u heeft afspraken gemaakt met de partij. Heb je niet geparticipeerd aan de verkiezingen? Ja, u heeft daar niet gegaan voor het volk? De organisatie ging afspraken met elkaar gemaakt voordat ze de verkiezingen zijn ingegaan. Jazeker. Ja toch? Ja. Die afspraken... Maar zijn die afspraken belangrijker dan het belang van het volk? Die afspraken, loop je nu langs die afspraken heen of loop je met die afspraken overal waar je gaat? Ik denk dat elke organisatie heeft een doel, heeft een visie, heeft een inzicht over hoe het land bestuurd moet worden. En als wij dat hebben afgesproken met elkaar, dat de ABOP staat voor nationale bevrijding. En het gaat erom dat ten alle tijden waarin welke coalitie of in elke combinatie we ook participeren, dat wij onze standpunt kenbaar moeten maken. En dat we ten alle tijden rekening houden met iedereen in de samenleving. Want als je nu nagaat over de positie van de ABOP binnen deze coalitie, dan zal je wel merken dat de sociale kant van de hele regering van de ABOP komt. En als je ook onze standpunten in de Nationale Assemblée nagaat, dan denk ik niet dat iemand ooit kan stellen dat ABOP is Hera People.
Omdat if uno bende, zou je verder zijn dan waar we nu zijn. En de mensen, ik denk niet, ik vraag ook niemand om dankbaar te zijn dat we erbij zijn. Ik vraag ook niemand om te zien wat wij vervullen aan handelingen. Maar laten zij ons de kans geven om ons te bewijzen. En om onszelf naar de samenleving toe te presenteren. Dat doen wij niet anders. In een organisatie horen er afspraken gemaakt te worden. En als we niet aan onze afspraken houden, dan moet je dan op een gegeven moment daarop antwoord krijgen. En dat is wat er is. Dank u wel voor uw tijd, meneer Obed Kanapé. Yes. Beste kijkers, dat was het voor deze aflevering van De Nieuwe Politiek. We zijn later bij u terug met nog een item. Fijne dag en tot ziens. Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.